dat ik de zender op moest. Nee, hè? Dat is een lang verhaal, denk ik, hoor. Nou, eigenlijk is het een heel kort verhaal. Nou, we hadden het idee om een track te gaan maken met Armin. Oh, dit is de drums hier. En ik merkte wel dat John het heel spannend vond. En ik vond het dubbel zo spannend. Want Marco Borsato en John Eubank zijn gewoon de grootste artiesten die Nederland ooit gekend heeft. Wij zitten één sessie, twee sessie, kwamen er niet helemaal uit. En ineens wil je weten hoe het dansen zonder mij. Dat rolde in mijn hoofd. En daar kwam een melodietje bij. En ik paas dat naar Armin. En toen had hij een soort tegenrifje. En toen in één keer rolde het heel snel. Nou, eind goed, al goed. Er is een liedje. Twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan. Die kan is mooi. Oh. Ja. Twijfel of... Op het tweede couplet zou Marco eigenlijk een octaaf hoger moeten zingen. Krijg je deze? Oké, ja. Nou, dan weet ik al. Dus dat wilde ik voorkomen. En ik dacht in mijn hoofd, dacht ik van fuck. Als hier nou een meid inkomt, dan is dat te gek. Hi. En toen kreeg ik op een blauwe maandag een telefoontje met... Hey, zou je het leuk vinden met Marco Borsato en Armin van Buuren een track op te nemen? Dus ik dacht, wat gaat dit nou weer hebben voor? Hallo, knijpen. Dus ja, dan kom je samen en dan ga je beginnen. Kom, en dan gaan we in de studio en dat enthousiasme, alsof je eerste plaat aan het maken bent. Nou, dat hebben we met z'n allen en dat maakt het onwijs leuk. Leuk dat... komen ze je halen? Tom, gaat de lamp uit, klopt dat? Zorg voor thee en koekjes en dan komt het helemaal goed. Hey, hallo, hoi. Hey, hi. Ja, we staan toch in het hele kleine studiootje van mij in Leiden. Nou, leuk om je hier keer te hebben. Ja, man. Ja, natuurlijk is het even wennen aan elkaar, even wennen aan de song. Wil je wat drinken? Aan het begin denk je echt van, Armin, weet je wel, oh my god. En ik had mijn koptelefoon op en ik keek naar mijn scherm en achter mij was Marco aan het zingen. Toen denk ik, shit, dat is gewoon de stem van Marco Borsato. Ja. En draaide ik hem om, stond Marco er ook. Ja. Ja, toen kwam Davina en ja, die ging daar nog eens eventjes een show weg staan geven. Kan niet met je praten, dus ik hou me stil. Nee, het is gewoon een zangmachine. Maar het voelt of je voor mij niet vechten wil. Dat we allemaal in die studio zaten van... Krijgt het leven weer wat glans zonder mij. Het is eigenlijk een soort liefdeslied. Twee mensen die niet echt weten hoe ze verder moeten met elkaar. En daarin heeft Kijk maar hoe het dansen een hele dubbele betekenis. Wat naast dat het natuurlijk een danstrack is van Armin... heeft Kijk maar hoe het dansen betekenis van... nou, ga er maar voor, ga maar kijken of... het nog dansen of het nog gaat zonder mij. Dat je daarmee ook aangeeft wat er ook gebeurt. Mensen komen daar altijd weer overheen. Dus dan kun je daar ook de kracht weer uit halen. Muziekje eronder. Bietje erbij. Bietje erbij. Drank erin. Alles is weer oké. Okay. Zoals we hier met z'n viertje staan, hebben wij het gevoel dat we iets moois gemaakt hebben. En ook iets bijzonders, want wij vinden dit gek. En als je dan in 2026 dat liedje nog een keer terughoort en ergens een verdwaalde playlist dat je denkt... Toen was ik verliefd op die persoon en toen hoorde je de hele tijd dat liedje op de radio. Dat wil ik! Wil niet zeggen dat ik jou niet meer.